Hallo, welkom bij de Diershow. Vandaag weer een nieuwe video. En vandaag heb ik een beetje een rare video, want dit soort video's upload ik echt nooit. Het is een soort beetje kleine vakantievlog, maar omdat ik zaterdagavond pas thuis ben, weet ik niet of ik hem dan nog upload of op zondag. Maar dat zien we wel. En ik zal dus gewoon een kleine vakantievlog doen, waar ik een beetje nu ben en zo. Nou, veel kijkplezier. Dit is onze vakantiebestemming, daar is ons huisje zo. Hier kun je dan zonnen. Dit is ons prachtige uitzicht. Met overal koetjes, daar staan koetjes. Die zie je nu niet, maar ze staan er wel. Daar zijn overal koetjes. En dan zit een beetje het, En dan hebben we daar onze drie hondjes. Dat is Bo, dat is Oggy en dat is Max. En het eigenaar zijn Engels, dus we moeten constant Engels praten, wat ik niet echt heel goed kan. Deze is 2 jaar. Deze is een paar maanden, 5 maanden geloof ik. En die is ook 2 jaar. Dit is dan de voorkant. Hier heb je dan een klein speeltuintje. Ik kom er eigenlijk helemaal niet, maar goed. En hier hebben we dus het zwembad. Het is niet heel groot, maar het is prima. En als we dan hierheen lopen... dat is trouwens ons huisje. Dat is die van de eigenaar. En dat zijn 2 andere huisjes. Maar dan, als we hierheen lopen, dan hebben we hier een tafeltje. En hier een pingpongtafel. Dan kun je gewoon van alles doen. En darten en zo. En daar kom ik niet. Maar ja. En dat is een beetje onze vakantiebestemming in de middle of nowhere. Ze hebben trouwens allemaal een obsessie met stokken. Oggy, Max en Bo zijn trouwens allemaal maatjes.
daar niet komen. Dat is wel heel erg triest, want je mag hier helemaal niet in. Wanneer daar de geit toe wilt, maar daar niet door kan, omdat het geit er ligt. En ik vind hem zielig om hem weg te halen. Nou ja, dan moet ik hem maar zo gaan naaien. Care for you, but didn't we say goodbye?